Hoi allemaal, wij zijn Jana en Joni van Typisch Turnen en welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we jullie tips geven over half in half uit en half in heel uit. Ik beheers deze al een tijdje, maar de meeste van ons team zijn hem nog druk aan het oefenen. Laten we snel beginnen. De naam half in half uit zegt het eigenlijk al. Bij de aanzweef draai je hele lichaam half in, je zet je handen neer en bij je afzweef draai je weer je hele lichaam half uit. We leren altijd om eerst half in te draaien en dezelfde kant weer uit te draaien. Sommige meiden draaien een heel rondje door. Het ligt er maar net aan hoe je het aangeleerd krijgt. Bedenk van tevoren welke kant je op wilt draaien. Je kunt de beweging ook eerst oefenen op een verhoogd vlak. Zorg ervoor dat je in je zweep eerst helemaal indraait en daarna pas je handen neerzet. Je kunt er ook voor kiezen om bijvoorbeeld eerst met plankenlijnen te oefenen. We maakten al eerder een video van overzicht over de Pegasus. Hierbij hebben we verteld hoe belangrijk de aanloop is. Hoe beter je aanloopt, hoe mooier en hoe makkelijker je de sprong kunt maken. Zorg ervoor dat je goed en hard aanrent en niet afremt voor de plank. Spring daarna met veel power op de plank. Probeer je aanzweef zo fel mogelijk te maken en hierbij moet je ongeveer halverwege de Pegasus komen. Probeer ook genoeg hoogte te maken om helemaal goed in te kunnen draaien. Veel gemaakte fout is dat de handen te snel of om de beurt worden neergezet. Maar zodra je handen staan, kan je lichaam niet verder indraaien. Dit zorgt er vaak voor dat je lichaam dan niet helemaal goed is ingedraaid. Let dus goed op de plaatsing van je handen. Als je het indraaien helemaal onder de knie hebt, kun je het uitdraaien toevoegen. Duw zodra je op de Pegasus bent geland, meteen af vanuit je schouders. Blijf gespannen en draai uit. Als je de techniek eenmaal snapt, is het een kwestie van oefenen. Je kunt hem ook nog uitbouwen na half en heel uit. Hopelijk hebben jullie wat aan onze uitleg gehad. Dit is onze Instagram. Daar posten we ook regelmatig leuke dingen op. Dus volg ons daar ook als je dat nog niet hebt gedaan. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!